Onze visie op de wereld wordt voor een belangrijk deel bepaald door wat we zien op televisie, horen op de radio, bekijken op internet en lezen in kranten. Die informatievoorziening is voor het overgrote deel in handen van professionele nieuwsverzamelaars, journalisten. De journalistiek bepaalt het venster op de samenleving. Maar wat is journalistiek eigenlijk? Wie bepaalt wat nieuws is? Hoe groot is de macht van de pers? Kunnen journalisten mensen maken en breken? Of is dat onzin? En in hoeverre controleren journalisten de macht? Zijn ze nog een luis in de pels? Of zijn ze inmiddels zelf pels geworden? Daarover gaat het in deze nieuwe serie van Kijken in de Ziel. In de eeuwenoude bibliotheek van Artis, beheerd door de Universiteit van Amsterdam, praten 12 beeldbepalende journalisten de komende 6 weken over hun vak en over zichzelf.